Is dat zij eigenlijk beide kanten van Amerika vertegenwoordigt. Is zij een soort last woman standing? Ja, dus er zijn twee dingen. Aan de ene kant is het natuurlijk niet zo dat Amerikanen... als je gewoon buren of vrienden of familie van elkaar bent... dat je het over niks eens bent. Het is natuurlijk voor heel erg de politiek die dat vergroot. Maar het is wel zo, we hebben vanavond ook hier aan tafel... verschillende onderwerpen besproken. De avondklok, corona. We hebben net de verkiezingen gehad. Er is zoveel verdeeldheid. En er zijn zoveel onderwerpen waarbij je als je gezellig aan tafel zit denkt... nou, dat onderwerp bespreken we maar even niet. En Dolly is nou een onderwerp waar iedereen het over eens is. Ze is gewoon een ontzettend leuke vrouw met ontzettend goede muziek. En daardoor heeft ze zo'n verenigende functie. Je moet een beetje denken aan eerder... Vanavond op deze zender was geloof ik André van Duin bij Heel Holland Bakt. Ja. Dus ook zo iemand waarvan iedereen in Nederland wel zegt, leuke man. Maar iedereen is nou houdt. Zo iemand waar je nou Dolly Parton met André van Duin? Ja. Ja. Leuke vrouw. Dan zie jij denk ik liever Dolly, Sven, of niet? Nou ja, zij is natuurlijk ook een muzikaal fenomeen. Laten we wel wezen. Zeker. Ja. En je moet ook niet vergeten dat de countrymuziek is in Amerika is gigantisch. Hè? Veel groter dan hier. Nu hebben wij toevallig Danny Vera op 1 in de top 2000. Dus country kan ook weer in Nederland. Maar dat was een tijd... Dat is een beetje een vies woord hier. En zij heeft het wel over de grens gebracht. Waar komt dat door? Dat country er altijd een beetje zo wordt gezien als... Er zit altijd met die rhinestones. Het heeft een beetje een kietcherige kant. Fout. Maar eigenlijk als je erin gaat verdiepen... een beetje fout zeg je. En het komt natuurlijk... Je laat je misleiden door haar uiterlijk eigenlijk. Want de country liedjes zijn over het algemeen juist heel erg tekstgedreven. Dus heel... inhoudelijk, vaak ook heel zit heel veel humor in, relativering. Nou, ook wel vaak heel verdrietig. Nou, ook vaak heel verdrietig, maar het gaat bijna nooit over niks. Nee. Snap je? Het is niet alleen maar toen zij begon, moest ze zichzelf in die countrywereld invechten, want dat was een wereld voor mannen. Zeker. En zij is natuurlijk een van de eerste die gewoon zelf. Zij wilde echt haar eigen liedjes schrijven. Ja. En dat was in die tijd heel bijzonder. En ik ben ook, ik ben ook niet heel jong, maar ik weet nog dat ik opgroeide en er waren heel weinig. Zangeressen die ook zelf gitaar speelden en ook hun eigen liedjes schreven. Zij is een van die grote daarin. En Carole King en Joni Mitchell. Maar er zijn er niet eens zoveel. Eigenlijk staan Taylor Swift en zo een beetje in haar voetsporen. Hè? Zeker. Nou ja, dat is natuurlijk ook een fantastische... Dat is ook iemand die al vanaf het begin zei... Ik ga mijn eigen liedjes Maar zij is ook een ongelooflijk zakelijk fenomeen. Ja, want ze schreef dus inderdaad niet alleen alles zelf... maar ze heeft ook alle rechten altijd behouden. Ja. En bijvoorbeeld, ze had... op een gegeven moment I Will Always Love You geschreven. Dat was al een hit geworden. En toen wilde Elvis dat uitbrengen. En dat heeft ze geweigerd, omdat hij de rechten daarover wilde. Nou, zijn manager is wel. Ja, zijn manager. Geboren in Nederland, in Breda. Ja, het handpakker. Maar dat heeft ze geweigerd. En toen uiteindelijk is het natuurlijk door Whitney Houston gecoverd. Ja. En is dat een vrij slimme zet geweest dat ze dat niet aan Elvis heeft...